Maar we moeten hier vandaag wel beginnen met het projectje Spinning-up. Dus wat heb je nodig? Je hebt een meetlat van 30 cm, een geodriehoekpasser, een zwarte verf of een zwarte spray, een stift of alcoholstift, een stukje touw, een hamer, krantenpapier of een stukje karton, nagels, 40 nagels met kop, dus dat wil zeggen dat je een groot oppervlak hebt om op te slaan met je hamer of zonder kop, maar dat is dan ietsje moeilijker. Dan de afbeelding van ons plannetje voor het stukje hout dat we zullen gebruiken. En dan het stukje hout, de afmetingen zijn minimaal 20 cm op 20 cm. En dan de dikte van het plankje moet minimaal 1,5 cm zijn of 1,5 cm. Dus vergeet ook niet je plankje voordat je begint mooi af te schuren op de zijkanten, zodat je niet bezeert en geen splinters krijgt in de handen. Dus voordat we hier beginnen, hebben we het midden nodig van het plankje. Dus wat gebruik je daarvoor? De lat van 30 cm en de stift. Dus we meten het af. En je neemt het midden. Zo. Andere kant ook. Ook van anderen. En ook hier. Zo, en dan verbinden. Wat je ook kan doen om het midden te vinden is de diagonale nemen, dus van de hoek naar de overstaande hoek. Zo kan je ze de hoek vinden. Maar als je plank te groot is, is het beter dat je gewoon het midden neemt en iedere keer aftekent en zo ook verbindt. Ja. Vervolgens, als we het midden hebben gevonden, hebben we nodig het cirkel en het plannetje. Dus wat staat er op het plan? Zijn de cirkels aangeduid met C1, dus cirkel 1, cirkel 2, cirkel 3 en zo verder. En als je dan kijkt in de legende, zie je staan cirkel 1 heeft een straal van 1,5 cm, cirkel 2 heeft een straal van 3 cm en zo verder. Dus nu gaan we de eerste cirkel tekenen. Je neemt een lat, ik gebruik nu dit, om de straal af te tekenen, 1,5. Zo, neem het midden, hij duwt een beetje, en je draait mooi de passer, zo. En dan doe je dat analoog voor de andere vier cirkels. Dus wanneer je al de cirkels hebt afgetekend met de passer, dan zie je dat er hier nog H1 en H2 staat. Dit geldt voor een hoek van 45 graden. Dus we zullen nog twee lijnen moeten trekken. Dus daarvoor hebben we nodig de geodriehoek en de meetlat. Dus wat doen we? En ook de stift natuurlijk. Dus wat doen we? We leggen de passer mooi op de horizontale lijn. Tekent dat op 45 graden. En dat doe je aan de andere kant ook. Aan de andere kant zal het dan ook 135 of 45 graden zijn, zo. En dan als je twee punten hebt, kan je een rechte tekening. Dus door het middelpunt. Je mag ook tekenen tot aan het uiteinde van de grootste cirkel. En hier doen we dat ook. Door het punt en door het middelpunt. Ziezo. Wanneer je dat hebt gedaan, doen we met een stift de haartjes aan waar de nagels zijn.